Heel goedemorgen en welkom bij deze markets update van BNP Paribas. Na een week van redelijk sterke macrocijfers vielen die van vrijdag over de banenmarkt juist licht tegen. Genoeg om het sentiment te keren, en dus trokken de indices weer aan. De Dow Jones met een half procent, SP 500 met 0,9 en de tech-aandelen binnen de Nasdaq zetten de index anderhalf procent hoger. Ook de dollar trok weer aan ten opzichte van de euro. De prijs van olie blijft verrassend sterk liggen. En binnen de G7 neemt de roep om een minimale belasting over de winst voor bedrijven van 15% in te stellen toe. Dat zou brievenbuslanden als Nederland en Ierland wel raken. En wordt na de technologieaandelen de medische hoek de nieuwe groeisector. Private equity partijen betalen 30 miljard voor een meerderheidsbelang in het Amerikaanse MedLink. De Chinese export, gemeten in dollars, steeg met 28% op jaarbasis, wat onder de verwachting was. Toch bleven de indices in Azië dicht bij huis. Alleen de Hang Seng leverde 0,7% in. En ook de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een fractioneel lagere opening. Na de Amerikaanse banencijfers laten de Duitse fabrieksorders een daling zien. De verwachtingen waren juist een plus van 0,8%. Vooral orders vanuit het binnenland vielen tegen met een stevige daling. En in de VS stijgt de weerstand onder beleggers van Grubhub tegen de voorgenomen fusie met Just Eat Takeaway. In diverse rechtszaken stelt men misleid te zijn over de beloningen van het bestuur bij deze fusie en het niet nastreven van de best mogelijke prijs. Donderdag 10 juni om 3 uur start de bijzondere aandeelhoudersvergadering in Amerika hierover. De macroagenda is vandaag redelijk leeg met alleen na beurs consumentenkrediet vanuit de VS. Egon is vandaag 6 euro cent ex-dividend en PostNL houdt vanmiddag een strategie-update. AB Namro zet Merck op kopen koersdoel 94 en Alfa Value zet Louis Vuitton, Moet en Hennessy op verkopen met een koersdoel van 670 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.